Deze oudjes hebben een dagje uit in het Orgelmuseum in Hilvarenbeek. Ze zijn met bussen van Rolleris uit opgehaald bij het verpleeghuis in Roosendaal. Zeker, ze zijn dan wel leuk. Zeg maar, blijft die mannen nog rijden? Als je straks de verhalen hoort achter in de bus, nou, dat vind ik leuk. Ja. Jaarlijks verzorgt Rolleris uit zo'n 300 van dit soort ritjes met speciaal aangepaste bussen. Het is uniek in heel Nederland zelfs. Ik ken geen enkele organisatie, stichting die op deze wijze dit vervoer regelt. De FSO, de overkoepeling van werkgevers en werknemersorganisaties van busbedrijven, vinden de activiteiten van Rolleris uit oneerlijke concurrentie. Want zo zeggen ze, Rolleris uit kan worden beschouwd als een busbedrijf die de chauffeurs gewoon moet uitbetalen. Als dat zo is, dan betekent dat einde verhaal. Wie hebben wij aan? Dat is niemand. Kinderen hebben geen tijd om te werken. Dan zitten daar voor die televisie te gapen. Ja toch? Als jij 83, dan ben ik geen 84 meer hoor. Echt niet. Sinds het wegvallen van subsidie zijn de ritten van Rolleris uit sinds een aantal jaar niet meer gratis. Maar nog altijd wel veel goedkoper dan commerciële busbedrijven. Wij willen eigenlijk van niks rijden, maar dat gaat niet. Dus we vragen een kleine vergoeding. En een grote pre hebben wij. Onze bussen zijn permanent ingericht voor rolstoelers. Ik doe het graag. De mensen vinden het leuk. Nou, wat moet je nou nog meer hebben? 27 instanties in West-Brabant staan vierkant achter Rolleris uit. Op 22 februari buigt de rechter in Den Bosch zich over deze zaak.